Hallo beste mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe video en een week. En we zitten meteen in het verhaal, aflevering 6. Vorige keer waren wij gebleven bij het feit dat de enge vrouw mij had geholpen. Hou nou eens je mond, zo kan ik toch niet uitleggen als jullie doorheen praten. Dus de vrouw had mij opgebeld en die bleek dus betoverd te zijn door een van die enge geesten. En wil je weten hoe het verhaal verder gaat? Intro. Okay, people, let's go to work. Nou meneer, als u nou eens doorloopt, die man, we gaan met Barry, onze grote vriend, dat is onze grote vriend, hallo Barry, gaan wij naar de trailer lopen, dat klopt, er staat hier namelijk, Wake and Barry have arrived at the trailer park to meet Rose, we moeten Rose ontmoeten, en who says she has Wake's manuscript? Dus die vrouw, die heeft dus mijn manuscript. Dat werd gezegd. En wij gaan naar die vrouw toe, want we hebben dat manuscript nodig. Follow Randolph. Hallo meneer Randolph. Hallo meneer, wat loopt u raar? U mag ook wel normaal lopen, meneer. Oh, sorry. Verkeerde knoppen. Zo, we lopen achter die man aan even zo. En ik zie nou een foutje. Klopt jongens. Let op, ik ga trucken, let op. En... Plop. Zo. Dus dit was veel beter, hè? Denk ik, widescreen. Excuus, mensen. Hallo, we. Waar ben je heen? Oh, daar ben je. Sorry, ik moest hem achterna gaan. Ja, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a okay. Wat vreemd, een boot hier? Randy's Dogs, open. Nou, ik zie niks geopend hoor. Waarom gaan we achterom? Moet dat meneer? Moeten wij nu echt achterom? Oh, kijk, zo'n heel mooi... Waar loopt hij nou heen, joh? Nou ja, we moeten hem volgen, dus het zal wel goed zijn. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Klinkt niet goed. Jagger's a local spook story. The scratching hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. Hij kijkt heel lastig. Hij lijkt me boos. En kijk eens. Oh, een speeltuin. Ik ga eerst. Sowieso, ik ga eerst in deze band. Wow, cool. En hier hebben we een schepje of zo in de zandbak. Oh, cool. Je kan het nog laten bewegen. Oh, shit. Ik vind dat die camera heel, heel laag bij die vent staat. Echt heel vervelend. Nou ja, we moeten hem volgen. Nou, huppakee. Lopen. Ik denk dat dat Roos zijn trailer is. En waarom we dat hele stuk moesten omlopen, waarschijnlijk door die boot. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Okay, we zijn bij Roos haar. We gaan kloppen. Ik moest kloppen, want dan melden ze dit. Dag iedereen! Wow, morgentje! Oh. Welcome to... Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Vertrouw dit niet, jongens. Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah. Hey, Al. Al, what's... Oh. Barry! What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on.
I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. Wat een... Wat een mooie kamer, hallo. En ik zie een olifantje. Hallo meneer de olifant. We noemen hem Olly. Olly de olifant. En hier zie ik nog meer dingetjes. Wat zien we daar? Een paardje. En een soort van wolkje en een zonnetje. En fotootjes. Ben ik dat? Ben ik dat? Ik lijk er niet eens op. Ik heb niet eens een zonnebril. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out. En ik zie een koffie, jongens, die zouden we gaan verzamelen, weet je nog? De koffie thermos. Dag mevrouw. What can I get you today? Coffee. Nou, ik hoef geen koffie meer, meneer, mevrouw. Barry, wakker worden. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. Right. I deserve more money. I'm so handsome. Okay. Hier gaan we maar even uit deze trailer. En natuurlijk is het weer donker, sowieso. De hele game is volgens mij donker. Maakt niet uit. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Inderdaad, there's no time to waste. We moeten ons een weg banen en we moeten naar de auto. En dan denk ik dat ik gewoon het oude pad weer meeneem. We hebben geen wapens, we hebben geen zaklamp. We hebben helemaal niks, jongens en meisjes. Alleen deze stomme oude radio die alleen maar op te kraken. Nou, daar hebben we dus ook helemaal geen ene boer aan. En hier zitten we in een onbewoond stadje. En ik zie nog een term, een koffiekan. Die gaan we zeker even pakken. Want we hebben er namelijk zoveel mogelijk nodig. Want we zouden gaan verzamelen. En dat is nummer 8 of zo? Ik weet niet. Maar we hebben er in ieder geval wel veel gehad al. Ik denk een stuk van 8, 9. En ik zie daar iemand staan. Ik niet. I need help. Ik heb hulp nodig. Ik heb een auto nodig. Oh. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are. Oh. Oh. So. I'm standing right here, you goddamn maniac! I had to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Escape the police! Damn! Okay, we gaan ontsnappen van die politie. Die zit nu achter ons aan. Oh shit, ik zie zaklampen. Dat is niet goed. Dat is niet goed, hé. Dat is niet goed, hé. Oh, shit. Oh, shit. Oké, ik loop gewoon recht dooruit. Oh, shit. Dit is niet goed, jongens. Moeten we daar naar onderdoor, denken jullie? Zullen we het doen? Oké, we doen het gewoon. Oh, snappy, 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 snappy. Nee! Nee, 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 ze zagen me niet. Oh shit, shit, shit. Nee, nee, nee. Ik ga er gewoon. Oh, hier, uppakee. Zien ze me niet, hè? Nee, ze zien me niet. Oh shit. Oh shit. Wat doen ze, wat doen ze? Wow, lek. Zo, dat was even een lekstoot. Oh shit, 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 shit. Oh, wat politie, joh. Ik zeg wel eerlijk, heb ik liever geest achter me aan dan politie? Of nee, andersom. Ik heb liever politie achter me aan als geesten. Kijk, we gaan hopelijk de goede kant op. Het was vroeger, moest het een open world game worden. Net als GTA, dat je overal naartoe kon in de wereld. Maar dat zou het verhaal een beetje zwakker maken. Dus ze hebben nu zoiets gedaan. Dat je zeg maar de game één route moet lopen. En natuurlijk kan je wel, ja, een beetje open wereld is het soms wel. Maar ze hebben er inderdaad voor gekozen om dat te doen, om het verhaal sterker te maken. Dus dat is een goede keuze van de makers van de game.
Want ik denk, dit klinkt niet goed. Dit klinkt zeker niet goed. Oh, wat hoor ik, joh. Oké, ik kijk gewoon niet om. Oké, die auto was dus een beetje totaal los. Drop hazard. Oké, we moeten nog steeds ontsnappen aan de politie. En wat een prachtige omgeving, jongens. Even serieus. Dit is ontzettend gaaf. Is nog politie? Even om me heen kijken. Ik zie tot nu toe geen zaklampen. Oh shit. Zijn ze aan de overkant? Oh, what the fuck gebeurt er, joh? Wat gebeurt er? Ik loop me gewoon door. Ik vertrouw het niet. Oh, dit is echt heel creepy. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Zal ik duwen? Blijf hier wachten tot die auto naar beneden pleurt. Valt. Nou, die gaat niet vallen. Helaas. Of. Gaat die vallen? Nee, die gaat niet vallen. Oké, we zijn aan de andere kant van de klif. Ontzettend grote omgeving. En we hebben checkpoint reached. Dat betekent dat er weer wat gaat gebeuren waarschijnlijk. En ik hoor een helikopter. Waar zien wij een helikopter, jongens? Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Oh, ik zie hem wel. Oeh, nee, niet vallen. En awake, nee. Daarvoor was die checkpoint. Ik denk dat ik gewoon vooruit moet lopen. Ik denk niet dat die helikopter mij zal... Achter die rots. Oh! Nee! Weg! Oh, what the hell? Nee, dat ben je niet. Er komen monsters! Oeh, ik moet dan gewoon wegrennen. Denk ik, komen de monsters? Wat? Oh, dit is echt creepy. Ik ga daar niet heen. Ook al, ik weet dat daar iets is. Ik weet niet wat. Oké, we gaan niet naar boven. Want ik denk dat het hier wel veilig is als we boven zijn. Dat hoop ik tenminste. Beneden hebben we nog een koffiekan. Nee, geen koffiekan. Naar boven. Ik wil naar boven. Kan ik dat ding gebruiken? Ik kan hem gebruiken op zich. Het is toch veilig. We zijn boven. Joes. Even doorheen kijken, joh. Toggle. Zoom. Oké, zoom. Ik zie daar wat licht. Ik zie daar nog wat. Ik zie daar ook wat fikken. Ik weet niet wat het precies is. Nou, mooie omgeving. Prachtig. Oké, hier binnen gekomen. Wat kunnen wij doen? We kunnen een radio gebruiken. En een koffiekan. Nou, hier kunnen we niet veel doen. We kunnen wel weer door dat ding kijken, maar heeft ook niet veel nut. Dus we moeten waarschijnlijk toch wel naar beneden toe. Er is even geen keus. En dan moeten we gewoon naar links, want de pijl staat aangegeven dat we daar wel die richting uit moeten. En er staat een deurtje open. Nou, dat zal het waarschijnlijk wel zo zijn dat we hier doorheen moeten. I imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Main seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Ik zou heel graag een wapen willen. Echt heel graag. Ik zou nu heel graag een wapen willen. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a fight. Doei! Ik heb een licht nodig om de darkness te stoppen. En ik zie weer een koffiekan, jongens.
Ik heb het gevoel dat ik wat koffiekannen ben gemist. Geen power. Oké, we pakken die koffiekanken op. Koffiekan, 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 kan, kan, kan. Ja, het is een koffiekan. Koffiekan, koffiekan. Het is een echte koffiekan. We starten de motor, omdat het koffiekan. En dan gaat een lampje aan, omdat wij de generator hebben gestart. En die, nou, dat licht moet er natuurlijk wel schijnen op het desbetreffende doel. En het desbetreffende doel is natuurlijk dat vervelende, irritante boosting. Zo, destroy the gate. We hebben hem vernietigd, jongens. En ook het licht is gelijk helemaal aan de Filistijnen. Maar nu kunnen we wel door dat hek heen. En wordt dat niet beïnvloed door de darkness. De duisternis, jongens en meisjes. De duisternis die houdt ons tegen. Maar ook door licht worden altijd niet getolereerd. We lopen hier naar beneden. Het was een hoop geloop, jongens. Dit is gewoon de wandel. De grote marathon. Van de hele week marathon is dit. Oh, chips. Er is weer een hek waar we doorheen moeten. Dat vond ik niet leuk. Pick-up flashlight. We hebben een flashlight. En dat betekent dat we nu weer voor een klein gedeelte veilig zijn. Ik kan even kijken of we hier nog wat kunnen vinden hierachter. Want het is hier wel een open wereld. Dus je zou kans hebben dat hier misschien wel iets te vinden is van een thermoscan. Dat zou kunnen, hè? Want het zal best kunnen dat ik tijdens die politieonderzoek al een paar van die thermoscannen heb gemist. En dat betekent... Die! Oké, die hekken zijn gewoon kapot. Die waren behekst. En wat ligt hier? Oh! Goedemorgen, wat ligt hier allemaal? Flashbangs. Nou, ik heb een hoop flashbangs gepakt. Nou, deze auto ziet eruit alsof die kapot is. Dus die kunnen we ook niet gebruiken. Maar we kunnen wel een flashbang gooien dadelijk. En ik heb het gevoel dat we die flashbang keihard nodig hebben, aangezien we geen wapen hebben. We zijn machteloos. Alhoewel, we hebben licht en licht is overal een onderdeel. Oké, ik denk dat we nu de flashbang moeten gebruiken. Ik gebruik nu de flashbang. Ik gebruik de flashbang, kom op. Oh, dat ging goed. Ik kan hem iets eerder moeten activeren, jongens. Iets eerder. Oh, er komen nog meer mensen. Nee. Ja, bam. Oké, dat gaat goed. Maar ik ren hem wel door. Ik ga naar het licht toe. Ik volg gewoon het pad. Ik ren wel door. Want ik weet hoe het zit. We moeten naar het licht. Ja, perfect. Oké, we hebben flashbangs hier. Die flashbangs pak ik allemaal op. We hebben er nu 8. Dat is op zich wel genoeg. Op zich. En welke kant moeten wij op? Ik denk dat wij die kant op moeten gaan. Over dat vervelende rare bruggetje. Is het een brug? Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Het is Alan Wake die in de bossen ziet. Oh, er komen monsters. Ik ga nou snel die flashbang droppen. En let op. Kom maar. Zijn ze dood? Nee, ze zijn niet dood! Let op, ik ga... Wacht. Oeh, snappy. Gewoon een flashbang tegen zijn kleppie. En dat betekent dat hij... Jongens, ik vertrouw dit niet. We hebben zoveel flashbangs gekregen. En ze lopen nu achter me. Ik voel het! Hij is van die security! Hoe durft u, mijnheer, om mij zo te verslaan. Oké, we zitten nou een beetje in een gebied dat je zegt van... YOLO, waar moeten we heen? Ik zie daar licht van de politie. Die kunnen mij vast en zeker helpen. Ik hoor ze achter me! Ik kan hem niet doden, dus we rennen door. Ik heb hem wel verzwakt. Hallo, politielicht. Kunt u mij helpen? Nee, u kunt niks. U bent... Oeh, een flashbang. Ik pak ze uit de achterbak, want ik hoor iemand! Komt u maar. En go! Oké, we lopen hier naar boven. En de pers zegt dat we eigenlijk naar de rechterkant moeten. Dus als het goed is, moeten wij hier ook een beetje naar rechts gaan, zo meteen. Ik heb het gevoel dat er weer geesten komen. Ik voel me echt niet veilig op dit moment. Ze lopen achter me. Ik voel het!
Ik gooi hem tegenaan. Ik gooi hem tegenaan. Let op. Ja, komt er maar, komt er maar, komt er maar. En pets! Are you dead? Ik hoop het. Oké, ik loop snel weer door. Het zijn elke keer ook drie, heb ik het gevoel. Maar we zijn bij de radio station. Waar we ook naartoe moesten. Dat ging snel. Dat ging niet helemaal snel. Want er staat weer een mannetje. Die wil mij vermoorden. Let op. Let op, let op, let op! Ja, die is dood. Oké, hoe kom ik die doorheen? Een puzzel of is het gewoon deze deur? Ha! Die was makkelijk. I hope Main could lend me a car to get to the coal mine. Hallo? Is er iemand binnen? Oh, hier heb ik een hekel aan. Er is niemand. Doei! Nee, we moeten dit even onderzoeken. Want... Een meneer! Meneer! Meneer, ik ben het, hallo! Die man komt mij bekend voor. Meneer, ik ken u van... Oh. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs, it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Okay. Reach the train depot. We moeten maar een plekje, maar ik ben nog steeds niet blij dat we geen wapens hebben. En ik hoop dat we nu wel een beetje richting die wapens komen. Hallo, hallo, hallo. Ik ben Vincent, ja dat zie je zo. En ik heb een flare en ik denk dat we het even moeten aanzetten. Gewoon voor de zekerheid. Als er mensen komen. Niet heel veel licht, maar wel wat. Ik vind het echt creepy. Oké, we staan het licht en dat betekent shotgun calls en een revolver. Nou, eindelijk. We hebben weer een wapen. Daar ben ik heel blij mee. In het licht, in het licht, in het licht, in het licht. In het licht van het laser. Hier. Hier komen ze niet. Ik weet het, hier ben ik veilig. Maar als ik uitstap, dan ben ik de pineut. Let maar op. Komt u maar. Waar bent u? Twee geesten, ik zag jullie wel. Waar zijn jullie? Verdwenen? Ik geloof het niet. Kijk, daar komt er al een. Huppakee, volgende. Was er nog iemand? Dan moet je nu komen. Daar is toch je. Ik zag je wel. Kijk, voordat ze weer de plekken schikt. Oké. Okay. Oh, nog één! Sorry. Hoppakee! Weg met de geesten! Het is rustig de muziek. Dat betekent dat er geen geesten meer komen. En het is heel mistig en creepy onderweg. Ik zie wel weer dat we daar iets van een lichtmeter aan kunnen zetten. Maar ga ik dat doen binnen de tijd? Er is geen sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Oké, okay, we hebben revolverkogels weer opgepakt. En hier binnen glinsteren ook wat producten. Maar we kunnen beter even wachten tot we die lichten hier kunnen aandoen. Want, stel je voor als we worden beschoten. Ik zie ook dat we een shotgun nu hebben tot onze beschikking. Dat is nu ook wel nodig, want er komen een hoop mensen op me af. Oh! Nee, 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 dat vind ik niet leuk. Ah! Doe aan, doe aan, doe aan, doe aan, doe aan, doe aan, doe aan. Hoppakee. Oké, dit is niet goed. Wacht even, wacht even, jongens. Oh, oh, shit, 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 shit.
Hoppakee, schiet ze er. Oké, rustig aan. Zijn ze dood? Was die flashbang gewoon een heel goed teken van mij? Mijn reactievermogen? Wat een vuillicht, jongens. Bleh. In light, you can hurt them. Daar waren we eigenlijk al achter. En die blikjes moeten we eigenlijk kapot schieten. Hoppakee. We krijgen namelijk een leuke achievement. En waarom gaat het geluid nou zo creepy eng worden? Ik hou hier niet van. Ik vind het een vervelend spel. Want ik vind het niet leuk. Want ik schrik mij elke keer de donder door die rotbeesten. Oké, is het veilig? Ik hoor niemand. Het is rustig, het is stil. We gaan door. Ik zie een hek. Kunnen wij er door? Een manuscript? Was dat het enige wat er was? Stomme manuscript. Nou, vooruit. We moeten ook die kant op, zie ik nu. En dat is een beetje wat ik zei over die open wereld. Je kan meerdere kanten op in het level. En ik hoor nou weer de creepy muziek. Dat betekent maar één ding. Dat die vervelende monsters elk moment achter me aan kunnen rennen. En ja hoor, daar komen ze in. 3, 2, 1... 3, 5. Een vrachtwagen. Een trein. Er gaat een trein, jongens. Maar of die nou wordt bestuurd door de geesten of door iemand, dat weet ik niet. Ik pak even de spulletjes op. Oh. Hallo? Hallo? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alan, I'm so afraid. It keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Raar. Ze belt me en ze zegt we moeten samenwerken. Ze wil op een of andere manier, weet het niet. And a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Oké, we moeten de brug onderdoor. Follow. Met pijltjes. Oké, dat kan maar één ding betekenen en dat is deze onstabiele, hopelijk stabiele brug. Nou, ik moet niet onstabiel zeggen, want dat hoop ik natuurlijk niet. Maar dit ziet er heel erg naar uit dat hier vervelende mannetjes komen. Er gaat een trein zelfs bovenlangs. En Rodding, ik schrok van jou. Ga weg! That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Oh shit. Oh! Je objecten. Oh, insert battery. Kijk, let op. Die dingen zijn gevaarlijk, daar moet je voor uitkijken, jongens. Hoppakee. Volgende object. Oh shit, die komen op me af, jongens. Daar moeten we voor uitkijken, want anders ga ik dood als ik nu niet oplet. Oké, zijn er nog meer objecten die mij willen aanvallen en mij willen vermoorden? Daar moeten we heel veel uitkijken. Daar zo nog. Oeh! Ja! Was dat het? Dat was het nog niet. Dat tonnetje wil me vermoorden. Dat tonnetje. Er zit een geest in. Oké, hij gaat weg. Ga maar weg, tonnetje. Zo. En dan maar gewoon wegrennen. Oké, die objecten vinden mij niet lief. Het lijkt een beetje proppen, dit. Oh! Oké, ik ren maar gewoon door.
Niet leuk, jongens. Niet leuk. Is dit niet van dat gas? Nee, laat maar. En ik zie een manuscriptpagina. Wauw. Objecten die... Teenager, just started to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything. And it was getting closer. Oké, hier gaat wat gebeuren, jongens. Een koffiekan. Ik zie een koffiekan. En zie je een koffiekan? Ja, kom Ellen Victor aan. Dat is sowieso mijn koffiekan. We zijn weer veilig. We kunnen weer weg. Doei. Oké. Hallo? Ik hoor creepy geluiden. En dat vind ik niet grappig. Ik hoor creepy geluiden. En ja hoor, daar komen de boze buurmannen weer. Did you call 911? Ik heb geen 911 gebeld. Maar ik weet sowieso dat die vent daar de lul is. Ik weet dat die vent de lul is. Huppakee. Dat had je niet met moeten fokken. Kom maar op, jongens. Kom maar op. Hè? Oké, we kunnen hier doorheen. We gaan hier naar binnen. Checkpoint Richard. Jongens, zijn jullie klaar voor een ander deel? Wacht even af, want volgende keer gaan we verder met Ellen Wake. Doei doei!